Nou, ik had nadat ik de eerste documentaire maakte, heb ik ongelooflijk veel reacties gekregen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat je echt... Klopt, ja. Ik heb in 2000, toen ik 19 was, toen heb ik een diagnose gekregen, bipolaire stoornis. Toen heb ik het gegoogeld en op dat moment dacht ik, oké, hier ga ik nooit met iemand over praten. Werd ook vanuit mijn management, toenmalig management, ook gezegd, dit is een geheim, hier moet je nooit met iemand over praten, want ja, misschien krijg je nooit meer een acteerrol. Dus ik heb dat toen ook echt 20 jaar lang geheim gehouden en alleen gedaan met vallen en opstaan. En nadat ik deze documentaire maakte, de eerste wat eigenlijk moment was waarvan ik dacht, ja, dit is ook deel van mijn verhaal. En waarom schaam ik me hier zo erg voor? Hier wil ik ook open over zijn. Wat ontzettend spannend was om te doen, want er is een groot stigma op psychische variaties, zoals we het graag noemen. Maar toen kreeg ik zoveel reacties, echt duizenden reacties van mensen die eigenlijk allemaal zeiden, ja, ik ook, ik ook, ik ook. En dat was heel, ja, dat raakt me heel erg. Omdat ik voor het eerst realiseerde, ik ben helemaal niet de enige. Sterker nog, als je kijkt naar de cijfers, 48% van Nederland heeft, weet je, op een bepaald moment in hun leven te maken met psychisch lijden, met een psychische variatie. En onder jongeren is dat het grootst. 33% van jongeren hebben zelfs suïcidale gedachten. Dus het is zo'n actueel thema. En ik dacht, ja, hier moeten we nog veel meer mee.